Jongens, welkom bij een nieuwe Content Fame video. Wat leuk dat jullie er zijn. Julian, jij staat hier op mij te wachten. Jij zei, weet je wat, ik heb een leuke verrassing voor jou. En ik kan de verrassing al stiekem een beetje zien. Ik zie daar allemaal mensen staan. Julian, wat is er aan de hand in deze aflevering van Minecraft Survival? Het is een heel ander begin dan normaal. Het is gelijk erin, geen uitleg, geen niks. Wat doen we? Nou, ik sta hier inderdaad. En dat zeg je heel goed, ja. Ik sta hier zeker. Wat en is er aan de hand? Ik dacht, je bent nu zo wel mooi bezig met die stad en zo. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk altijd wel een paar dingen die je echt goed tijd mee bezig bent, maar nooit echt gebruikt. Ja, dat is de helft van de stad heb ik gebouwd. Alleen de helft van de stad wordt ook altijd nooit gebruikt, omdat het gewoon leeg staat. Ja, dat klopt. Ja. En dus ik dacht, laten we gewoon eens keer even van één heel belangrijk ding gebruik maken in de stad. En dat is? Het staat hier boven mij. Het is de arena. En vandaar dat ik al die mensen daar al zo staan. Die zijn keurig netjes aan het wachten met z'n allen. Ja, ik heb wat gladiatoren meegenomen om de koning te entertainen. Dus. Oh, dat is het. Oké, wacht, dan loop ik wel even met je mee. Ik snap hem, jij gaat inderdaad de koning entertainen. Mag ik dan ook met duimpjes zeg maar zo houden en dan naar boven naar beneden of naar boven naar beneden doen? En dan... Tuurlijk mag dat, jij bent de koning. Kiezen. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ben ik eigenlijk gewoon een keertje benut als koning, weet je? Ik vond dat maar een beetje een soort troosttitel, dat ik niet zoveel mocht, maar ik was koning, weet je? Nee, nu heb je de macht over al deze mensen hier. Ah, ik wil dat jij iedereen even per persoon introduceert. Gewoon even met een aankondiging en al. Wacht, ik maak het eerst even dag. En dan wil ik wel, want het zijn gladiatoren, weet je? Oh, dat doen we wel in de arena. Dat vind ik leuk. Ze hebben allemaal beroemde titels, dus... Je kan het zeggen, ze hebben allemaal beroemde titels en achtergronden. Dit zijn allemaal krijgers voor jou, toch? Ja, zeker. Oké, als jij iedereen even mee kan nemen naar de arena. Kijk, René die zit al klaar daarboven, die wil graag toekijken. Loop even naar de arena als jij weer mee kan nemen. Dan wacht ik op mijn koninklijke plek en dan geef jij iedereen een introductie, oké? Dat komt helemaal goed. Oké, top. Jongens, daar zitten we dan. René is het enige beetje publiek dat we hebben. Voor de rest is de arena wel qua publiek leeg. Dus dankjewel voor je de opkomst, René. Julian, wat heb je voor me? Ja, welkom. Dame en heer. Dankjewel. We zijn hier vandaag omdat we dit stuk terrein gebruik willen maken. En wat kan er nou beter dan een groot PvP-gevecht met de bekendste gladiatoren uit deze streek? Oké, en wie heb je? We beginnen met de enige echte Fastpo, de businessman. De businessman. Hey, daar is hij. Wat voor gladiator is dit? Deze man staat bekend om zijn sluwe tactieken. En hij kan heel verleidelijk zijn. Want je moet even kijken naar dat koppie. Dat koppie. Dat wil je zeker wel pakken. Maar val niet in zijn trap. Want hij heeft ook een tweelingbroer bij zich. Oh, en wat dat is dit voor plot twist? Doofoot. Wat een plot twist. Er is er nog één. Deze twee zijn uiteenscheidelijk. Ze kunnen niet zonder elkaar. Het zijn de welbefaamde buurmannen van elkaar. Buurman? Ik dacht dat het broers waren. Broers kunnen ook gewoon buurmannen zijn. Ja, dat klopt trouwens inderdaad. En gaan jullie winnen vandaag? Wij wel. Ja. Ja, de een klonk enthousiaster dan de ander. Oké, dankjewel Julian. Wie hebben we nog meer? We hebben hier de PvP-expert Rizio. Hij is ook een businessman en zal zeker ook geld verdienen als hij dit toernooi weet zien te winnen. Wacht, geld? Uit welke pot? Uit mijn pot. Ik had het zeggen, het koninkrijk is hem een beetje arm. Dus. Nee, de hertog die organiseert het. Dus, Oké, dat is top. Dat is top. Dat scheelt wel heel veel. En dan gaan we door naar... Wacht. Hey, Risho, ga je winnen? Zeker. Dat geloof ik niet. Oké, door. Dan gaan we door naar de enige en andere. Hij is wel bestemd. Zo. Hij is wel bekend om zijn goede stemmetjes uit andere events. Het is de enige echte Luke 12. Hey. Oh, hij loopt niet zo ver door. Daar is hij. Hey. Hij kan je verleiden met zijn stemmetjes als jij om een hoekje staat. Hij kan doen alsof hij jou is. Hij kan doen alsof hij een pizzaman uit Ibiza is. Oké. Okay. Yes. Gaat het ook nuttig zijn in PvP? Of? Dat zullen we zien. Oké. Nou, Luke, ga je winnen? Nou, als je de vorige event, de eerste event had gezien van mijn PvP van de Focus Drink. Nah. Het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Ja. Oké, wie hebben we nog meer? De volgende. De enige echte troetelbeer. Hij is hier speciaal gekomen met een bloemetje op zijn buik. Het is Lars VVA. Hey, de troetelbeer, daar is hij. Hey, hij gaat gelijk, maar hij is wel vlegen, zie ik al. Hij gaat gelijk tussen de rest staan. En wat kom even naar voren, gladiator. Zijn speciale abilities zijn, hij kan goed horen, want hij heeft de grote oren. Oké, dan hoor je goed waar mensen vandaan komen in een gevecht. Ik hoor alles. Jij hoort alles, dat is helemaal top. Is dit alles of hebben we meer? Nee, zeker niet.
Er is we meer. We hebben namelijk er nog één. Oeh. Best voor de last. Ja. Hij heeft zijn eigen skin met een hond. Het is de hond, Coole Creeper. Zo'n hond? Is dat een hond? Dat is mijn eigen hond. Oh, dat heb ik oprecht nooit geweten. Hij heeft een kroon opgedaan. En dat krijg je alleen als je echt een belangrijk PvP-event ooit hebt gewonnen. Oeh, dit zijn de gladiator. Ga je winnen vandaag, Creeper? Nee. Kijk, hij is de enige die waarschijnlijk eerlijk is. Wie gaat er dan winnen? Ja, weet ik niet. Doe jij mee? Aan wie? Wil je dat ik meedoe? Ja. Ik doe mee! Oké, jongens. Ik heb één missie gelijk voor jullie. Ik kom even bij jullie in de arena staan. Ik hoor de hele tijd al een zombie. Waarschijnlijk hier. Vermoord. Kom op, jongens. Vermoord. Pak hem. Ik belicht het wel voor jullie. Iedereen met elkaar. Niemand raakt die zombie. Goed zo, jongens. Jullie hebben de eerste test. Zijn jullie volgeslaagd? De zombie is vermoord. Het is belicht hieronder. Dus we horen geen monsters meer. Maar we kunnen natuurlijk niet zomaar een gevecht starten zonder tools, zonder wapens, zonder een beetje gewoon armor en zo. Dus wat willen jullie? Willen jullie ijzer? Willen jullie leer? En rijker heb ik niet. Dus het is ijzer of leer. Wat willen jullie? Kaas. Ijzer! Eten. Eten. Oh, joh, zijn eten. Van een paar bekende zijn van continenten geweest waar je van nooit vanaf hebt gehoord. Dus ze hebben honger. Dus ze hebben honger. Oké, jongens, weet je, loop even mee. Dan gaan we eerst even lekker naar mijn eetkamer. Gezellig, gaan we even mee met z'n allen een happy eten. Gezellig. Of kunnen we, misschien kunnen we bij Post Pizzeria wat eten. Dat is ook wel leuk. Is het mogelijk dat ik kaas krijg? Nee. Jongens, welkom in het kasteel. Schoenen uit. We gaan even lekker gelijk door naar de eetkamer. Dan wordt die ook nog een keer benut. Ik weet niet of René in de keuken al bezig is voor ons. Maar ik hoop dat ze genoeg eten meeneemt. Zij is namelijk de chef voor vandaag. Dus als we even gezellig meelopen hier. En dan hier naar rechts. Als iedereen even een stoeltje pakt. Degene die helaas geen stoeltje hebben, die moeten er maar even naast staan. Oh, één iemand. Luca, wil jij dan? Misschien kan je wel bij iemand op schoot. Ik ben een man. Je kan echt zitten, hè? Je kan zitten, als je erop klikt. Weet je, echte mannen staan. Echte mannen staan. Weet je, dan mag jij wel helpen. Jongens, als het goed is, is René op het moment eten aan het halen. Gaan we even een hapje eten, krijgen jullie echt wat extra eten. In de tussentijd dat jullie lekker aan het eten zijn hier en eten krijgen, zal ik even zorgen dat er genoeg armor is, dat er genoeg wapens zijn voor jullie. En dan kunnen we zo meteen het gevecht beginnen, oké? Ja. Oké, gaan top. Nou, blijf zitten. René komt er zo aan. Oh, kijk, daar heb je er al. René, heb je eten meegenomen? Kijk hier, kom maar. Ze hebben allemaal honger, ze zijn allemaal op je aan het wachten. Wie is die cake aan het eten? Dat is decoratie, Riccio! Dat was decoratie! Die cake daar. Moet ik een nieuwe cake? Dan heb je genoeg eten voor iedereen? Oh, oké, ze heeft genoeg eten. Dat kunnen jullie bewaren voor de rest van de dag. Oké, jongens, terwijl al deze gasten hier lekker boven zitten, gaan we even kijken of we een beetje ijzer hebben. Of wij dat kunnen gebruiken voor wapens. Of ik dat wel heb überhaupt. Ik twijfel namelijk. Dus ik denk dat ik heel even snel langs de ijzerfabriek moet. En daar dus gewoon wat wapens moet gaan maken of gaan laten maken. Maar laten we eerst even in mijn kluis kijken of ik daar wat ijzer heb. Nee, jongens, mijn ijzer is op. Gelukkig heb ik nog wel wat diamonds. Ik heb er namelijk wat van Julian gekregen. Wat een gulle gast dat het is. En dan gaan we wel gewoon even langs de ijzerfabriek en dan halen we daar even wat nieuw ijzer. Maar een hele aparte Content Veen aflevering tot nu toe, hè, jongens. Het is heel anders dan normaal. Helemaal geen gekkigheid. Of eigenlijk helemaal geen gekkigheid. Juist allemaal gekkigheid en zo. Maar het is wel een keertje leuk, toch? Eventjes gewoon. Even die arena een keer benutten en zo. Hier, al het ijzer koop ik op. 1, 2. En dan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we even kijken. Wat kunnen we allemaal maken hiervan? Ik heb 7 setjes nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, dan heb ik even een shulkerbox nodig. Anders red ik het niet. Hier, dat doen we dan in een rode shulkerbox. Stoppen wij dan alle setjes. Hier, eerste setje. Tweede setje. Ik moet de boots moet ik nog maken. Of de, wat zijn het? De broeken en zo. Zo, broeken zijn ook gemaakt. Die stoppen we erbij. Maar nu hebben we heel veel zwaardjes nodig. En die heb ik misschien nog wel. Nou, wel kapotte. Maar laten we gewoon nieuwe maken. We gaan wel. Dus we gaan nette onbesmette zwaardjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo. Oeh, wacht, ik heb een idee. Ik maak 7 zwaardjes en 7 exen. Dan mogen ze hun wapen kiezen. Ik bedoel, we zijn toch rijk genoeg, jongens. Dat is niet helemaal waar. Maar we hebben toch genoeg om een beetje te variëren en zo. Kijk, slopen we die. Oké, dan gaan we terug naar beneden. Jongens, jullie zijn allemaal natuurlijk helemaal bijgevuld. Jullie hebben lekker gegeten. Wat zitten jullie met z'n tweeën op één? Ja, dus ik kreeg het aanbod om op zijn schoot te mogen zitten. Dus. Oh, gezellig, gezellig. Hé, ik heb alles bij me. Zijn jullie helemaal ready? Jullie zijn omgegaan. Ja. Zijn jullie ready om hier weg te gaan? Jullie hebben gegeten, jullie hebben geluncht. Jullie hebben, weet ik wat allemaal, zelfs aan nog bezig. Gaan we nu door naar de vol... Wat heb je gesloopt? Wat? Wie... Jullie slopen alles. Hier, zo, hoppakee. Volg mij en dan gaan we door naar de volgende ruimte. Oké, jongens, welkom, welkom. We gaan beginnen elk moment. Eerst ga ik jullie spullen geven als de eerste krijger naar voren wil komen. Dat was volgens mij Vaspo. Als jij als eerste naar voren wil komen, dan kan je hier een setje uitpakken. Ja. En dan wil jij een zwaard of wil jij een bijl voor dit gevecht? Ik wil graag een zwaard. Jij wil graag een zwaard. Dan heb jij hier gewoon een heel simpel zwaard.
Als dan de volgende naar voren wil komen, mag jij je setje pakken? Wil jij een zwaard of wil jij een bel? Een zwaard. Een zwaard. Dan de volgende. Setje. En dan wil jij een... Zwaard, graag. Een zwaard. Hoppakee. Volgende. Dan wil jij een... Mag je setje pakken? Yes. En jij wil een zwaard of een bel? Nou ja, ik ben heel goed met de zwaard, dus doe maar zwaard. Oké, okay, ook een zwaard. Heb ik nou allemaal bijlen voor niks gemaakt. Ah, de volgende naar voren komen. Zo, een zwaard of een bel? Oh, doe maar een zwaard. Oké, okay, een zwaard. Oshino. Oké, okay. Als jij naar voren wil komen, je setje pakken. En jij wil een... Bel. En een bel? Ja. Het is niet te geloven. Oké, okay, Julian, dan krijg jij hier ook een setje. Dat is de enige die niet in de chocobox paste. Die is voor jou. Wil jij een zwaard of wil je een bel? Ik wil graag een zwaard. Een zwaard. Als Creeper nu wint, zijn jullie allemaal echt noobs, omdat hij een bel heeft gekozen. Oké, de keuzes zijn gemaakt. Willen jullie ook nog een schild? Is de grote vraag. Ja. Ja, nee, ja. Nee. Nee. Dat is oneerlijk. Dan moet iedereen een bel krijgen. Dan moet iedereen een bel krijgen. Nee, ze hebben gekozen. Ze hebben gekozen. Meerderheid. Nee, oké. Niemand krijgt een bel. Een schild. Als jullie allemaal weer naar de ruimte van net kunnen gaan... Ah nee, trouwens, we gaan eerst... Gaan we... Julian, kom eens hier. Ja. Jij mag nu organiseren. Wie van deze twee zullen als eerst tegen elkaar vechten? Is het een soort van toernooitje of is het gewoon een practice fight? Het is een soort van... Het is even een... Nou, weet je wat? Omdat je dit zegt, inderdaad, de practice fight heb ik wel een leuk idee. We gaan gewoon eerst jullie allemaal tegen elkaar en dan kijken we even wie de alfa is. Dan hebben we dat in ieder geval bepaald. Wie van jullie allemaal de alfa is. Dan gaat het uiteindelijk een 6v1 worden tegen de alfa. Ja, exact. Oké, als jullie allemaal via dezelfde ingang als net naar binnen kunnen, dan gaan René en ik naar boven. Dan wachten wij heel even hier. Dan kunnen jullie allemaal de arena in rennen. Kijk, daar komen ze jongens. De gladiatoren. De echte vechters. En dan? En dan moeten we gewoon vechten, of? En dan zometeen, ja. Als iemand, Julian, als jij met dit even dicht kan bouwen. Ik sluit mezelf op. Juist. Van de dood. Oké, het is dichtgebouwd inderdaad. Oké, dan mogen jullie zometeen allemaal tegen elkaar vechten. En degene die als laatste overblijft, die is gewoon even de alfa. Dan hebben we gewoon even bepaald en is het duidelijk wie gewoon even van jullie de leider is. Oké, die neemt Julian zijn plaats gewoon. Die krijgt de whitelist op Contact Fan, dan wordt Julian zijn whitelist afgenomen en zo. Is dat goed, Julian? Nee, dat is niet goed. Oké, jongens, over drie. Oké, jullie gaan over drie. Wacht, oké, ja. Oh, je moet plassen. Ik ben een beetje nerveus, dus mag ik een plaspauze? Oké, iedereen die nu moet plassen, mag even plassen. Jongens, is iedereen terug van zijn plaspauze? Hebben jullie allemaal even geplast? Ja. Is de spanning, eruit? Ja. Ja? Jullie al, je weet dat het om jouw whitelist gaat? Nou, we zien het wel, In dat geval. Oké, we zien het wel. Jongens, in 3, 2, oh, wacht, voordat 1. We beginnen. Nee, wat is jawel, er nou? Nee, wat krijg ik als ik als eerste dood ga? Een Ben. Wat ga je doen? Weg. Oh, kut, kan niet. Oké, jongens, 3, 2, 1. Go, 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 vechten, jongens. Ik wil weten wie er als laatste overblijft. Nee. Wie is de uitverkorener? Je ziet die creepers hier al gewoon rustig kijken. Oh, mijn god, Vaspo is al dood. Oh, maar deze, je bent echt een noob, Vaspo. Jemig. Nou. Lars is dood. Dan kijken jullie al rennen voor zijn leven. Ze willen allemaal naar mij. Ja, Julian. Oh, mijn god. Luc leeft toch. Oh, Riccio tegen Luc. Wie wordt het? Wie wordt de winnaar? Oh, het gaat Riccio worden. Natuurlijk gaat Riccio worden. Ik zie het al gewoon aan de manier hoe vaak Luc gehit wordt, ja. Ja, maar ik ben wel twee. Ik ben tweede, hé. Hey. Riccio, we zijn duidelijk dat jij hier de alfa bent. Jij bent de leider van de groep. Jij hebt bij deze Julianse whitelist in beslag genomen. Ja, let's go. Als iedereen even terug hierheen kan komen, dan gaan we even een nieuwe spellen starten. Oh, wacht. Iedereen zit vast hierachter. Julian. Je weet hoe het zit. Ik wil graag dat zit. Je nu omruilt met Riccio van plek. Ik wil Riccio hier graag hebben. Riccio, ja? We zijn met 7 man. En als wij een toernooitje willen doen telkens van 1 tegen 1 tegen 1 tegen 1, dan gaat het niet lukken met 7 man. Dus jij mag hier mij vergezellen bovenop als alfa van deze groep. En hier is je pickaxe, dan kan je doorheen breken. Kijk, Riccio komt hierheen. Dan kan je dichtbouwen achter je, anders kunnen mensen ontsnappen. Goed zo. Gaan we intussen even slapen, dat het gewoon dag is. Daar is hij, de man. Hé, jij mag nu bepalen. Wie wil jij dat tegen wie gaat vechten? Wie vind jij nou echt gewoon... Dat je denkt, nou, die staan wel echt gewoon goed gewaagd tegen elkaar. Oh, dat is een moeilijke keuze. Ja, dat is een moeilijke keuze. Want nu gaan we even gewoon een goed toernooitje doen. Dan gaan we onthouden. Gaan we telkens de winnaars gaan we loshouden van de rest. En de verliezers gaan we loshouden van de rest. En dan gaan we kijken wie gewoon jouw onderdaan gaat zijn. Jouw tweede alfa als het ware. Ik wil dat Vaspo. Ja? Die gaat tegen... Spannend. Zo... Wie? Ja. Ja, wie? Ja, kom maar vast maar tegen. Dat is moeilijk, joh. Ja, wat ga je doen? Tegen Luc, want hij schudt nee, dus ik weet zeker dat hij heel graag wil. Nee. Oké. Okay. Luc nee. Tegen Vaspo. Als iedereen in het publiek of iedereen dan eventjes daar
in het achterste lijntje wil staan waar Doofoot nu staat. Tegen dat muurtje die niet meedoet. Nee. Dan staan jullie daar veilig voor dit gevecht. Dan Fastbo daar, dan Luke in dat hoekje. Ik ga niet akkoord. Je moet akkoord gaan. Je bent een gladiator, hè, Luke. Zo gaat dat. Ja, ik ben weer net tweede geworden. Wil ik zo houden eigenlijk. Je bent de beste gladiator van je streek. Je kan dit. Je kan dit inderdaad. Volgens mij is hij de enige van zijn streek, of niet? Tori. Oké, dan is het aan jou het woord, Richio, wanneer ze mogen beginnen. De winnaar, die blijft staan. De verliezer, die valt af. Oké. Okay. Oké, jongens. 3, 2, 4. Nee, hey. Waarom nou weer naar 4? Ik ben al nerveus. Go. Battle, epic battle. Waarom gebeurt het? Ja, ik laat hem naar mij komen. Dat is tactiek. Dat is pak hem, pak hem. Goeie tactiek. Oh mijn god, Luc. Je kan het, Luc. Ik was voor Luc. Maar, Fastbo heeft gewonnen. Dan mag jij naar de winnaarskant en dat is hieronder. Hier zo, mag je staan. Oké. Zo, dan kan Luc door de tralies kijken. Dan, wie mogen nu tegen elkaar? Creeper. Tegen wie het er maakt. Ja, nee. Creeper in de ene hoek, Julian in de andere hoek. Creeper heeft een ex, hè? Oh, dit is waard. Oké, dan is het weer aan jou om af te tellen. Deze keer daadwerkelijk van 3, 2, 1. 10, 3, 2. Heb je ooit geleerd om te tellen? 4, go! Go, jongens. Wie gaat het winnen? Oeh, ze faked allebei. Er is een beetje spanning, merk ik al, in dit gevecht. Oeh, bij mijn broek, joh. Ja, ik ruik het. ik zie het op zich nog wel gebeuren dat Julian wint. Julian heeft meer hits voor mijn gevoel. Maar Creeper heeft een extra swing. Meer damage. Creeper is de winnaar, die mag aan deze kant. Julian mag door de tralies kijken. Nou, dan is het een makkelijke laatste ronde, denk ik. Als een makkelijke keuze. Nou, je mag weer aftellen. 3. €20 als je verliest. 2. €20 als je verliest, zegt 1. Oké. Dat is David tegen Lars. Wie gaat de winnaar zijn? Wie gaat door naar de volgende ronde? Dit is lullig voor Lars. Dit is echt spannend. Dit is oprecht. David, hoeveel hartjes had je? 7. Waar moest je daar zo lang over nadenken? Ja, ik wil. Eber, hoeveel hartjes had jij? Oké, als de winnaars even weer allemaal daarin kunnen. Kijk, dit is waarom jij de alfa was. Nu mag je weer meedoen. Nu doe je weer mee, anders komt het weer niet uit. Okay. Spring je arena in. Tegen wie wil jij vechten? Je mag wel zelf kiezen. Dat is nog één je laatste voordeel. Dit betekent gelijk dat je nu exposed wie jij de slechtste PvP'er vindt. Dat is zeg maar een beetje ding. Dus je breekt hier een vriendschap mee. Wie vind jij de slechtste PvP'er? Want daar mag je tegen vechten. Ik wil tegen Doofoot. Yes! Dit is zo lullig. David, ik vind je een goede PvP. Het zou ook wel zo zijn dat ik nu doodga. Als je nu doodgaat. René, jij mag het start zijn geven. Drop iets in de arena. Dat is het start zijn. Wat ga je droppen? Dat is de spanning. Dit is de halve finale. Wat gaat ze droppen? Een stukje steak. Jullie mogen. Dit was het moment om te gaan vechten. Waarom blijven jullie staan? Doe mijn tactiek. Oké, go. Oeh. Oh. Jullie hitten tegelijk. Dit is oprecht nog spannend. Oh mijn god, Richie. Oh! Richie, hoeveel HP had je? Half hartje. Arme David, dat vind ik wel lullig. Oké, dan mag jij naar de winnaarsronde en dan is het automatisch Coole Creeper tegen Fastbo. Maar een ex is veel te goed tegen alleen de Torben. Ja, jullie wilden allemaal een zwaard. Ja, maar ik dacht, we gaan FFE, dan is soort veel beter. Ik dacht, we zien het al, weet je. Maar 3, 2, 1, go. Oeh, daar gaan ze. Fastbo tegen Creeper. Ze gaan een beetje schijnbewegingen maken. Die damage die ex doet is volgens mij echt veel te ziek. Ah, ik heb 4 hartjes nu al af, het is echt niet best. Waarom zeg je dat? We hebben je geëxposed, die komt er juist achter je aan. Pak hem, Luc. Kom op, je kan het. Oh, dit is een spannend heen en weer gerend dit. Waar heb je een hoekje? Meerdere hits, maar die was ook wel weer pijnlijk waarschijnlijk. Dit is tot nu toe het langste gevecht. Dit is oprecht het langste gevecht tot nu toe. Ik ben benieuwd wie het wint, want het is voor mijn gevoel loopt het gelijk op. Het loopt heel erg gelijk op. Hoeveel AP had je? Een half? Ja, maar daarom. Zes. Nou, dan is dit de finale. En daar wil ik wel iedereen eigenlijk hierboven voor hebben. Dat we even het publiek hebben. Nou, ik zou zeggen, wie gokken jullie dat er wint? Go Rizio. Rizio. Dan ga ik voor een Creeper. Ik wou het zeggen, wat ben ik voor Creeper? Creeper is dan mijn underdog. Ik ook. Ik ga zonder chestplate. Zonder chestplate? Ja, hij wordt... Hij wordt te hebberig. Ja. Maar je kan, ook voor de finale als je wil, nog een zwaard kiezen. Maar wil je dat? Mag ik een zwaard extra? Extra?
Nee. Nee. Weet je, omdat het de finale is, kijk, dan krijg jij krijgt een zwaard. Nee, 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 doe dat erbij. Maar niet, doe dat maar niet, doe dat maar niet. En dan krijg jij, krijgt erbij, een ex. En zo. Allebei misschien een schild. Ja, dat is wel leuk, dat is wel leuk. Nee, daar ben ik zo slecht in. Maar dan moet ik wel een schild, dan moet ik een schild halen, maar ik zo terug, oké? A few moments later. Jongens, daar zijn we. Ik heb voor jullie een schildje hier. Die is voor Koele Krieper. En ik heb hier een schildje, die is voor Riccio. Nee, nee. Hoppakee. Nou, dan hebben we een eerlijke finale, of vinden we dat niet? Nee, ja. Niet eerlijk. Wat is er met de buurmannen gebeurd? Die zijn opgesplitst. Ja, team Riccio natuurlijk. Oh ja, ga even aan de kant zitten voor welk team je bent, jongens. Dat vind ik wel leuk. Ja. Even aan de goede kant zitten voor welk team je bent. Lars die gaat naar team Riccio. David, wat ga je doen? Oeh, hij gaat naar Creeper. Oké, nee, voor wie ben jij? Dit zijn alleen maar medelijden voor mij, ik doe niet mee. Oh, die kant op. Goed zo. Medelijden supporters. Medelijden supporters. Oké, Creeper. Zes supporters gaan. Jij hebt er ook drie boven je zitten. En jij hebt er ook drie boven je zitten, Riccio. Ik zou zeggen, het wordt nacht, dus dat is een spannend gevecht. In 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Oeh. Oh. Kijk, nu is het in één keer een heel ander soort gevecht. Die blijven gewoon gelijk dus om zijn beurt hitten. Oh, hij pakt zijn zwaard erbij. Wat is dat voor gekke tactiek? Ach, wat is dat voor gekke... Hey, ik wil wel met je aanmoediging, jongens. Oh, het is al te laat. Het is al te laat. Jullie team heeft gewonnen. Team Creeper heeft gewonnen. Hoezo vals gespeeld? Lex. Oké, jongens, wat gaan we met de kampioen van vandaag doen? Vermoorden. Brand hem. Verbrand hem. Hak zijn hoofd eraf. Hang hem op. Staan wijzers pakken. Creeper, blijf jij even hier in het arenaatje staan. Dan ga ik even met de raad van... wat is het? Hoeveel zijn we hier? 7 volgens mij. Ga ik met de raad van 7 ga ik bespreken wat we met je gaan doen. Oké? Ah, ik heb hier geen zin in. Jongens, kom mee. We gaan even naar de vergaderruimte. Jongens en één dame. Jullie zijn de raad van 7. Daar maak ik eigenlijk de raad van 8 van. Welkom. We gaan hier vandaag bespreken wat wij met Koele Creeper gaan doen. Hij is de winnaar. Van het gevecht eigenlijk, dat Riccio ook een soort van winnaar was, maar je hebt je titel verloren. Wat gaan we met hem doen? Zijn er suggesties? Aas. Neerhakken. Verbannen uit de stad. Neerhakken. Wat zeg jij? Ja, verbannen uit de stad. Verbannen uit de stad. Twee stemmen. Wat is jouw suggestie? Vermoorden. Wat is dit voor legume? Julia, jij komt vast wel met een goede suggestie. Ik heb goed over nagedacht met mijn breincellen. Oké. En ik kom er uiteindelijk uit ja. Dat we geen genade moeten tonen. Ophangen. Oké, dat is inmiddels al best heftig. Luc? Nou, ik ben natuurlijk voor Team Creeper. En ja, ik vind dat we hem toch wel... nee, ik weet niet. Ophangen. Yes. Nee, absoluut niet. Iets goeds. Oké, ik kom later bij jou. Ik kom zo bij jou terug. Oh. René, heb je input? Nee, ja? Oké. Lars? Moorden met de bel waarmee hij het vals gespeeld. Vermoorden met de bel. Ja. Dat is poëtisch. Jij hebt tenminste nog een poëtisch antwoord. Luc, ben jij inmiddels al over eens? If you think diamonds. Geef hem je kip. Kip die je in je hand hebt. Oh, prima. Dan geef hem die. En dan gaan we hem daarna... Gaan we ophangen, jongens! Yeah! 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 Alleen, hoe werkt dat in Minecraft? Brandpakken. Ah, we kunnen ook gewoon zijn... We kunnen hem ook op de brandstapel doen. Ja. Zullen we hem op de brandstapel doen? Ja. Oké. Als jullie naar de arena gaan en gewoon niet tegen hem zeggen dat we dit gaan doen. Gewoon zeggen dat hij whitelist krijgt en weet ik wat allemaal. Ga ik een brandstapel houden. Hem tegen. Ik ben het hier niet mee eens. Nou, maakt niet uit, Luc. Dan ga je met hem op de brandstapel. Oh, nee, dan ben ik het eens. Oké, jongens, laten we even snel ergens een brandstapel maken. Ik weet alleen nog niet waar, er is echt bijna geen ruimte om dat te doen. Laten we het gewoon even snel hier bouwen. Ik vind dit wel een leuke plek. Gewoon hier in het midden ga ik even zo'n brandstapeltje maken. Gewoon letterlijk van hout op deze manier. Even nog een paar details erin, want het kan niet detailsloos, jongens. Jullie weten hoe het werkt. Er moeten wel op zijn minst een paar details in terechtkomen, zoals dit. Dan ga ik hier een paar plekjes maken voor iedereen om te zitten. Kijk, dit is een mooi plekje voor iedereen, jongens, om te zitten. Zoals dit hebben we een mooi cirkeltje. Dan gaan we de rest even halen. Nou, daar staan we dan, Creeper. De raad van 7, daar heeft het lot over jouw leven bepaald. Wat we gaan doen en zo. En ze mogen zelf vertellen wat ze met je gaan doen. Wacht, voordat... Hij wilde zeggen, we gaan je blij maken. Want ik heb hier nog één stukje vlees op verzoek van Luc. Ja, en dit is totaal niet mijn idee wat er nou gaat verteld worden. Echt niet. Dus niet mijn... Maar dan kan ik toch niet meer naast. Nee, precies, daarom. Nou, niet druk om te maken. Vertellen we het goede nieuws, maar wat er gaat gebeuren. Je wordt verbrand! Je wordt Je wordt levend verbrand. Dus als je mee kan lopen, kom maar. Gezellig. Ja, je voelt er niks van, het is Minecraft. Welkom
We staan hier bij de brandstapel. Creeper staat er heel trots op. Het is best wel een kleine teleurstellende brandstapel, maar dat maakt niet uit. Als jullie allemaal plaats kunnen nemen op jullie stoelen. We gaan het heel netjes en deftig en gaan we dit allemaal regelen en zo. Dus jullie zitten allemaal goed. Wie wil hier graag... Ik heb 3 mensen die het vuur aan mogen steken. Wie willen dat doen? Ik. Ja, ik wil ik zou David als eerste opstaan, dus kom maar David. Ik wil ook nog graag tegen Julian mag. Ik wil. En wie van jullie twee? Jullie mogen zelf uitkiezen wie. Ik. Nee, Riccio. Nee, Riccio zeg je. Oké, kom maar Riccio. Nee. We hebben al 1 van de buurmannen. En Riccio was voor gewonnen. Oké, iedereen even op zijn plek. Jullie ook. Waarom ben je omgedraaid, jullie? Of, Ik ben klaar mee. Oké, iedereen inderdaad op zijn plek. Als jij even je armor kan geven. Dat vind ik zonde, dat ik heb daar veel ijzer aan uitgegeven. Als dat ook verbrandt. Kan jij op je plekje hier gaan staan? Op deze slab? Kan je gewoon zoals gaan zitten? Hoppakee, goed zo. Julian, jij wil nog een paar woorden zeggen. Ik wil zeker nog een paar woorden. Dan ga ik even op je plek zitten en dan kan jij je paar woorden zeggen. Ik vind dat iedereen hier goed heeft gestreden. Iedereen heeft zijn best gedaan. Maar uiteindelijk is er toch 1 winnaar. En toch... alsnog 1 verliezer. Want wij mogen allemaal nog een leuk, happy leven leiden. En deze man, die zal burnen. Ik wil nog even 1 laatste bloem geven van Content Veen van Rood aan de man die zometeen in het rood zal staan. Oké. Heeft iemand anders? Hij gaat je bloemen sowieso droppen. Oh, nee, niet eens. Ik dacht dat je weggegooid. Iemand anders nog een woord? Ik. Ja. Ja? Oké, doe maar. Ik Ik heb heel veel moeite met het afscheid. We hebben hele mooie tijden mogen beleven. En ik vind het jammer dat het zo ver heeft mogen komen. En straks zal ik even branden. Maar mijn hart... ja. Maar het was jouw idee. Dat was er. Heeft iemand nog iets te zeggen? Nee. Oké, jongens. Dan mogen de mensen die gaan verbranden, mogen opstaan. Die mogen eerst beginnen met de onderste laag. Dan is er geen ontsnapping meer mogelijk. Alleen de onderste laag mag aangestoken worden. Heeft Creeper nog een laatste woord? Ja, dat komt zo. Deze mag de onderste laag. Pas op dat je er niet in gaat zitten. Waar wel, Creeper? Zo, inderdaad. Die button hier even weg. Zo, ja. Goed zo. Oké, iedereen weer even op zijn plek. Dan is de brandstapel aangestoken. Creeper, heb jij... Oh, David. Heb jij nog laatste woorden voordat jij verbrand wordt? Nee? Nee. Niks? Denk het niet. Op mute. Heb je nog laatste woorden? Ik ga nooit dood. Je gaat nooit dood. Nee. Van wel, mijn broer. Je mag niet ontsnappen, anders ban, oké? Okay? Mag ik niet uit deze cirkel? Nee, je mag niet uit deze cirkel. Oké. Okay. Je mag ook niet op de fence staan. Oh, ik zal die fence, die ga ik ook slopen zo. Oké, ook niet op deze fence. Nee, goed. En ook niet op deze fence. Jongens, steek maar aan. Het is helaas zover. Het is zover. Oh, en je mag niet ontsnappen. Nee, nee! Steek hem aan, jongens! Steek hem aan! Verbrand! Verbrand, Creeper! Verbrand, hij is de kampioen! Pas op dat je niet mee verbrandt, jongens. Arme Creeper. Ik heb nog 3 hartjes. Is wel een beetje lang. Ja, dat is wel een lange verbranding. Het is wel een lange pijnsessie dit voor hem. Ga zitten in het midden! Sla hem dood, jongens! Pak hem! Vermoord hem! Vermoord hem! Hij is dood! Het is gebeurd! Leven. Laten we snel het vuur... laten we het vuur nog even aanstaan. Nee! Oh! Julian is ook dood! Julian is helaas ook dood door het vuur. Wat spijtig. Wat enorm spijtig. Oké, jullie hebben jullie avontuur hier bij mij thuis gehad. Jullie zijn zo goed in PvP als iedereen. Even stop met vuur. Jongens, Luc is helaas ook nog gesneuveld. Jullie zijn de enige 4. Dus jullie zijn de daadwerkelijke kampioenen van vandaag. De prijs is dat jullie... die kant op mogen lopen en nooit meer terug mogen komen. Dus dank jullie wel voor mijn nieuwe video. Ik vond het leuk. Veel plezier in de vergetelheid daarachter. En wie weet, tot snel. Oké? Okay? Jullie zeggen niks, jullie gaan gewoon. Nee, prima. Steek er dan maar ook in. Doei. 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 Dank je. Knuffel. Wacht. Nee. Ik mag knuffel. Ga weg. Oké, jongens. Dat was hem dan voor vandaag. We hebben een leuke PvP battle gehad. Een keer een andere Content Veen aflevering. Even een keer wat, een beetje, om het een beetje op te spicen, weet je. We hebben altijd bouwen, we hebben altijd verhaallijnen. Ik dacht, weet je, vandaag gaan we lekker PvP'en. Vandaag gaan we die arena een keer benutten. Het is de eerste keer in die letterlijk die jaar en 2-3 maanden dat Content Veen inmiddels bestaat, hebben we eindelijk een keertje gewoon de PvP arena benut met een leuk groot groepje. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer even wie jouw favoriete PvP'er was van de fight van net. Reageer gewoon even voor wie was jij. Wie hoopte jij dat er ging winnen? En wie was jouw favoriete gladiator? En dan nu, kijk lekker deze video. Is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Het is een hele leuke video. Gewoon doen. Gewoon liken. Gewoon kijken. Nu spreek je later. Glaasje water. Deel tot 4. Vleesje bier. Tot allemaal.